Mijn naam is Wouter Banga, ik ben eindredacteur van De Sneuper. En ik mag dat jongen hier wat oorlog wil praten. Dit is een bijzondere jongen, want we hadden heel grote bijzondere feiten om je te presenteren. Alhoewel in de Westerijn, daar kun je heel goed geheim bewaren, want vanmiddag in de Westerijn er al rondbracht en daar hier waren al een tipje van de sluier opjochten. Maar die in de Westerijn er nog net lezen gaan, dan kom je jongen nog heel wat nice te weten. Ik wil eerst even een paar mensen een welkom jitten, maar ik begin maar een paar mensen die je net binnen. Dat is ten eerste burgemeester Agricola van Dantumediel, die liet hem verontschuldigen. Nog een man die je net is, dat is de wethouder, want die hier nog een keer komt. Wethouder Kempenaar, die liet hem echt verontschuldigen. Maar een oor van de gemeente Dantumediel, die is je wel, en dat is Pieter van der Bij. En daar wil ik heel graag een applaus voor, want dat is een man die is hier onmogelijk. Verder een speciaal welkom aan de mensen van het bestuur. Uw voorzitter Haai Talsma, uw secretaresse Siska Hoekstra. Hans is er, hè? Nou ja, maar Xavier weet het net. Een speciaal welkom aan de wethouder, Pietje de Graaf. Maak u zelf geen mensen verkeerd meer. Siet van de Ploeg, daar ben ik 10 geweest, maar dat die er jong bij is. Want die zal ik nog voor u volgens mij in spier. Maar die speelt ook een rol in de onthulling van het plak dat Salomon Wenne had. Dus ja, zeg maar de Salomon die dat in het stik overneemt. Maar ook de meesten van de stichting Het Kalmer Oproer, die ben hier al aanwezig. En dan wil ik besluiten mij een welkom voor de redactieleden van De Sneuper, want dat zijn de mensen die deze man eigenlijk mogelijk maken gaan. We hebben wekenlang waandewest bij een nummer, een speciaal nummer van De Sneuper over het Salomon Levy verhaal en het Kalmer Oproer. En ik wil hem graag welkom voorstellen aan Jacob Roep, dat is de man van Amon, die staat uit Vilnium. Dan hebben we Nicole Dijkstra, die ik is een redactielid. We hadden daar Piet Webist, Piet de Haan, ook die zitten hier. U is voorzitter van de redactie. Speciaal uit Duitsland Oerflein, Hans Zijlstra, kreeg gearriveerd. Welkom, mooi. Hoe het hier met de lezing in Duitsland? Goed. Ja? Het duurde wat lang, maar. En Lisette Meijnsma, die is helaas net alweer. En last but not least, en dat is maar hier een mooi berichtje naar het volgende onderdeel van het programma, Theo Delstra. En ik voor die man wel graag een applaus gaan, want dat is degene die betocht had om een sneuper oer Salomon Levy in te meiden. Goedemorgen allereer. Ik hoor het systeem op deze begin. Ja, ik zal wat loeren praten. Salomon Levy, daarvoor binnen we hier met z'n allen. Sommigen die kennen Salomon Levy van de Salomon Levy Stritten, hier in het Twa. Oren die kennen hem van een roman. Een pinbeer als een beer. Schreeuwer Rink van de Velde, bekend voor je schreeuwer. Oren die kennen hem van dit boek. Dit is een compleet boek dat dit oor Salomon Levy. Je kent het ook wel channel de titel. En vervolgens is er in Kolm, in Oerenpeerwieken, is er een theaterstuk over Salomon Levy. Mijn oren hebben Salomon Levy spreekt tot verbeelding in Noordoost-Friesland wie een hele hoop mensen. Hij is populair, kan je wel zeggen. Maar voor degene die het net zo goed weten wat Salomon Levy is, even een lietse update, een historische update, het opfrisseke. Salomon Levy is bekend worden door het saneerde Kolmer Oproer. En dat Kalmer Oproer dat spelen in Santjen Zoon 90. En dat is dus dik 200 jaar geleden. En dat was in de periode dat Nederland even kwad zijn bezet was door de Fransen. En die periode die duurde 18 jaar in totaal. En in die 18 jaar was er maar één spontaan volksopstand in Nederland. En dat wie dat zijn in de Kalmer Oproer in Noordoost-Friesland. En dat Kalmer Oproer dat duurde eigenlijk maar 2 dagen. Net zo heel erg lang, zoals je zei ze. Maar in die 2 dagen kwam vol het complete volk hier in Noordoost-Friesland op de been. Dan hebben we het wel even over duizenden mensen.
Nou, op de eerste dij van het komende oproer doe bestwarmen de meute die de komende long kan en een liedbuurtje Tante Madeel, van Krieten bij Stijn bijvoorbeeld, die bestwarmen mij redelijk succes het oude Jochtshoes, de gevangenis van Kolm. En op de tweede dij, toen breidde dat oproer uit als een olievlek over Noord-Oost-Friesland heen. En toen ging de volle meergemeente in Spier en toen draaide dat uit op de bestwarming van Dokkum. Dat je naar het kaartje sjugge kun je zien welke gemeenten al daar aan meedienen. En dat wie voornamelijk Kolmeloon, maar daarna is een heel groot onderdeel uit Tantumedeel en Oost-Dongeradeel. En via dus echt nog acht kast van een liedbutje en nog in iets mindere mate het Tietjerkste deel en West-Dongeradeel. Maar mijn bekoor wil een heel groot gebied en hele grote mensen op het been. Maar goed, die bestwarming van Dokkum, dat ran net zo goed af. Wat de Dokkumers dienen, daar zie je de Frans gezin op dat moment, dus derm dienen ze naar Dokkum daar. Die de klapbregen, er zit nog steeds een klapbregen, die dienen ze omheeg. Dus ook een orenbregen natuurlijk, maar goed, het wie echt een klapbregen. En het kanon, dat is die aan de kant van het Zuiderbolwerk en dat skeert kanonskogels af op de meute. Maar als resultaat, 5 derden, een hele grote zwier gewonnen. En toen ik gauw oer en is de hele menigte Weberom vlucht naar Hoesta. Maar de volgende dagen waren de orde hersteld door leger en politie. En in Noord-Oost-Friesland waren 168 man opbakt. En de twee grootste oproerkraaiers, Jan Winnes uit Alwoud en Salomon Levy in de Westrijn, die kregen de deerstraf. Nou, dat komende oproer, dat het heel lang tot de verbeeldingsbrutsen, nou nog steeds, er is zelfs iets kwad in het komende museum in Kolm, is een tentoonstelling, even een permanente tentoonstelling over dat komende oproer. Dus had je meer weten willen, er is een protooskreun en je kunt ook in Kolm in dat museum terugten. Maar nou, gaan we naar de man weer hier voor binnen, Salomon Levy. Wat is hier al in dat geheel? Nou, hij was jong als een van de grootste leaders van dat Kolmer oproer en hij is daarom ook onthoofd. Maar voordat Salomon Levy onthoofd waren, is er een strafproces voor Agien. En daardoor weten wij precies wat Salomon Levy dien had in die twee dagen van het Kolmer oproer. We weten waar wie, met water wie, wanneer er wie, wat er zijn had, kortom, haast alles. En dat is alle keer in een dik strafdossier, in dat verslijn, met getuigenverklaringen enzovoort. En dat is ook alle keer vrij gehoord uitskreun in boeken. Dus dat is wel redelijk bekend. Maar, dat komen oproeren, dat worden maar twee dagen. En Salomon Levy, die leeft natuurlijk volle langer. Dus wat weten wij eigenlijk nog meer over Salomon Levy, los van die twee dagen? Wat weet voor man? Wat voor leven ieder? Wat ben daar de historische feiten over? En alle bekende informatie over die aspecten, die gaan eigenlijk rond op deze twee boeken. En die twee boeken, die ben schreun, die in 54 en de oor in 60. En dat is dus dik 60 jaar lien inmiddels. Nou goed, in die 60 jaar gebeurt er een brotte, kinderen oren bron werden. Dus ik dacht, misschien jouwt dit wel rond om een update over Salomon Levy te jaar. Nou, met deze gedachte ging ik dus in december naar uw mede-redactiegenoten, mede omdat ik op het idee waar kwam toch het toneelstuk dat in Kolm hoofd werd door het Beerwieken. En omdat goed getimed op mijn koor aanlitten te sluiten, kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat het wel in het juni-noemer, werd we dus nog voor binnen, moest komen. En daarvoor gingen we 5 maanden tijd en eerlijk zijn is dat voor een historische vereniging best wel onder de kwarte kant. Dan zul je misschien denken, nou, journalisten van de kranten die zoenen moord dwang om een deadline van 4 maanden te hebben. Maar dit is wel even wat anders. Een historische vereniging die het geen nijs of nijtjes over het algemeen. Wij hebben nijs voor iets ouds. Sommigen zoenen deze oud nijs, maar dat is het weer net. Maar goed, in ieder geval, we gingen maar 5 maanden tijd. En ik moet zeggen, we hebben toch redelijk farmacoor gekregen in die krappe tijd. Oorspronkelijk weer de inschatting om er 1 of 2 artikeltjes om te wijden. Maar die 1 naar de oren hoeveel schreeuwen, de schreeuwen ben correct aan die naam. En het rondbudje uit de hoorn. En uiteindelijk hebben we een compleet themanummer gekregen. En ik moet zeggen, als we meer tijd gewoon hingen, hingen we allemaal meer eenskerige dingen op schreeuwen kind. Maar goed, let ik eens bij Delgeen wat er in dat themanummer van u stit, zonder al te volle te verklappen.
Ik maak allereerst even dus vaste rubrieken wat ik neem. Wij hebben een aantal vaste rubrieken en die ben ik afgesteld op samenleving. En de eerste rubriek dat gaat over wapens, een zogenaamde heraldicus is dat, Rudolf Broersma. Die wordt altijd gemeentewapens en dorpswapens bedeld. Die shirt dan naar de kleuren, wat zou dat betekenen, enzovoort. En hij ging krijg bezig met de wapens van Cameroon, maar hij dacht, ik wil wel even het wapen van de Westrijn ek opnemen. Dus dat zit erin. Vervolgens hebben wij een museum, rubriek museum. En dat museumbezoek dat wordt meestal dienend door Lisette Meinders van. En Lisette die wie krijgt op wij naar de zoekerij in Den Bosch, maar ze kon nog krijgt op dit auto keren om in Kalm te rekken en daar een stik te schrijven over het museum. Dus dat zit er echt in. En uw vijfde columnist mag ik even nemen, dat is Ino Dracht, want verkwart wie hij directeur van Museum Dokkum. Die wie krijgt bezig met zijn laatste column van ons, na 4 jaar. En die column zoekt in op privacy, maar hij wist er een leuke wending hoe te Jan. En dat ik al te stemmen op samenleving. Dus dat is alle keer op samenleving inspelen. Gaan we nou over naar de orenartikelen, de onderzoeksartikelen over samenleving. De eerste onderzoeker, hij zit toevallig hier in de zeel, werd ik ontdacht, doet we door samenleving, zo'n dat wie Oebele Vries die ik benaderde. En ik moet eigenlijk zeggen, dokter Oebele Vries, want hij is beroepshistoricus, dus dat mag ik wel zijn we. En onder geschiedkundigen staat Oebele bekend als eigenlijk Mr. Kalmer Oebele. En Oebele die is mijn pensioen en heeft het nog steeds hartstikke druk met een skierig onderzoek. Dus ik dacht, ja, als ik hem zo hier krijgen wil om voor ons beleid te schrijven, dan mag ik wel maar een goed verhaal komen. Dus ik naar Oebele daar en ik zei tegen hem, Oebele, waarom heet dat toneelstuk eens Salomon wat nog komt? Salomon, het Kalmer Oproer. En waarom hebben wij net door Jan, het Kalmer Oproer? Nou, misschien een onnozele vraag, zo'n je zei, maar zoals ik al correct zei, er zijn twee mannen binnen onthoofd wie dat komen oproeren. De ene dat is Salomon Levy en de andere is Jan Binnens. Waarom hebben wij het dan nou over Salomon Levy? En waarom hebben wij het net over Jan Binnens? Is dat omdat Salomon exotischer klinkt, of vol spannender, of is er wat onnozele man? Nou, met deze onnozele vraag van wie die Oebele Vries is ondergaan. En in zijn artikel zit iets heel verpands eigenlijk. En 100 Ilien, daar komt het eigenlijk op deel, 100 Ilien wist ik in Ien waar het Salomon Levy wie. Dat kan ik dus nou haast net meer voorstellen, maar het is toch echt zo. En ik sleep Ien kwart voorbeeld onrikken uit de koker van Oebelewij. Hij wist op het volgende. Er wie in de jaren 30 en 40 wie er een toneelstuk inkwam. Ik mag even bij zijn natuurlijk lang net zo professioneel als dat toneelstuk wat nou komt en dat zelf een stik minder goed in elkaar zit. Nou, maar goed, de wie een toneelstuk. En in dat toneelstuk, daar speelde Jan Binnens, de grote vrijheidsheld. En Salomon Levy, die waren er net eens in meer. Dus kennelijk, en dat het Oebele Skreun, is er tussen de jaren 30 en 40 en nu, is er iets gebeurd in ons beeld, hoe dat Kalmer Oproer, werd er wat Jan Binnens een beetje bijrol kregen had en Salomon Levy de hecht instutsen is. Nou, zo zei ze, keep je us, sneuper, dan kun je lezen hoe dat zit. Het volgende artikel, dat gaat over een oren beroepshistoricus, dat is dokter Jacques Kuiper. En nou goed, ik hier dus krijg door Jan Binnens en Salomon Levy, die beide onthoofd waren. Maar ja, dat gebeurde dus in Jout, toch een echte ouderwetske beul. Nou, eigenlijk moest je een scherp rechter zijn, zijn beul hoopten ze net zo van, dat was meer een skel. Maar waar nu nou eigenlijk die man die achter dat masker zit? Waar wie de man die Salomon Levy en Jan Binnens eigenlijk mijn zwaard de kop afslaan had. Nou, daar hie dokter Jacques Kuiper alles een stik hoes kreun. En hij wou eigenlijk wel op zijn fysiek ingaan om dat nog eens te doen, maar dan krijg ik wat meer taspitst op het komende oproer. En één aspect wat heel erg interessant eruit is, dat is het volgende. Het is eigenlijk een beetje een Leedse soap. Ik draai het eigenlijk wel op uit. Alle onthoofdingen in de tijd waren die trog de provinciale beul, de gewestelijke beul van Friesland. En die zetelen in Ljout. En die provinciale beul, die krijgt 70 eeuwen. 70 eeuwen. En hij zei toen Jan Binnens oppakt waar, hij zei eigenlijk, ja, ik acht mijzelf niet meer bij machten het zware beulszwaard te hanteren. Nou horen we, hij wie wil een pensioen. Gelukkig
wie er in dit soort gevallen altijd nog een assistent, dus dan in de beuls knecht. Die zou klus dan ook in de koe en bladig oefenen wie. Maar het tafel wel dat die beulsknecht krijgt ervoor oppakt wie. Hij wie oppakt voor belastingfraude. En waar dus ontslaan. Dus ja, helaas, die koer denk ik net wel. Nou, de autoriteit zie ik mijn hand niet. Hier is het toch van hoe moet ik dit nou oplossen? En werd ze duidelijk, mijn kaam, dat wie ze dachten niet een hey, zou er in Grains echt net een provinciale beul wezen? Nou, die wielen wel. Dus zij stuurt een badskip naar Grains staan, naar de beul. En die beul die neemt het pakket, het briefje in ontvangst. Maar die denkt dat het gekke Friesland heeft helemaal geen zin in. Dus die kaam net iets opdagen. Horen we, er wien drie man capabel genoeg om een onthoofding te vieren, maar geen hier goed man. En in die chaos, die onduidelijkheid, is toen een totale outsider, is naar voren kwam. En dat wie een zekere Hendrik Gjalts, en het grappige is, die Hendrik Gjalts, die kwam ook uit Noord-Oost-Friesland, deze regio. En nog toevalliger, deze Hendrik Gjalts hier met Salomon Levy onder stakhonger bij het Kalmer oproer. Maar worden we, hij is onthoofd door de beul, die draait al een liefst met je koe. Nou, hoe dat zit en hoe dat daarom, kun je echt lezen in justitieschrift. Ik hoop dat dit al een beetje helpt om het straks te keren. Volgende artikel. Ik zal er maar net echt omheen draaien. Salomon Levy, dat wie echt toch wel een liefst beetje een boef kunnen. En dat zijn net mijn conclusies als Finn Walster of iets dergelijks. Maar dat blijkt uit het artikel van Terke van der Leij. En Terke van der Leij is echt een afstammeling van Salomon Levy. Dus als die dat zei, dan zei dat toch echt wel wat in. En Terke, die hier in Lien, had hij alles op het archiefvest. En die had toen de strafdossiers van Salomon Levy kopieerd. En die koerde dus nou mooi broeken voor us scheupen. En uit dat stik van Terke, daar blijkt het volgende. Vanaf Salomon Levy belutsen wie bij dat Kalmer oproer, kwam er al geregeld in contact met justitie en politie. En trok het boek van Hinne de Haan. Ik zal er even bij pakken. Dat is deze. Dit is 60, maar die geweldige titel Salomon Levy. Weten wij al dat hij voor twee vergrippen een onklacht op broek gekregen had. Twee onklachten. Maar Terke, die had er nog eens vijf bijvonden. Maakt het in totaal zonder onklachten. Maar de hobby zei ze, hij is maar voor één veroordelen, maar toch, zo'n onklacht, ja, dat zei toch wel een liedbutje voor de man. En had je weten dat hij met mijn koor echt maar zo'n hier in de Westerijn bijna had, hoe je geen grote wiskundige te wijzen om u te rekken in hoe vaak dat gemiddeld per je vak gaf. Dus dat zei toch wel iets. Nijskerig. Maar we moeten echt heel blij wijzen dat het zo vaak oppakt is, voor vergrieten, of in ieder geval verjet. Want toch al die verslagen, en getuigen verslagen, beschikken wij over een hele hoop details voor het leven van Salomon Levy, die wij oors nooit weten heen. En daar komt dus dat artikel van Terke van der Leij over. Maar trouwens, los zei ze, dat plaatsje heb ik gehoord. Ik vind die koevoet nog net echt heel erg voor een Westrijnder passend, dat hij beter een mes bij zijn kind. Maar goed, het idee is denk ik wel aan natuurlijk. Nou, toen hij Terke de smaak te pakken, hij had een tweede artikel woorden voor u schreeuw. En dat gaat over het gezin van Salomon Levy. Nou, de grote lijn daarvan is wel redelijk bekend. Salomon Levy is een band. Je wilt wel eens wat goochelen met de geboortedata van die band, maar in principe is dat Angie wel redelijk duidelijk. Maar de voornaamste ontdekking, die gaat over de familie van de vrouw van Salomon Levy. Dan mag ik eigenlijk wat moderner uitdrukken, eigenlijk wie zijn vriendin, want ze zijn helemaal net trouwd. Dus het is een vriendin van Salomon Levy, zijn squamfamilie. Daar is eigenlijk niet toe bekend. Haar naam is Fokje Tunnes. En ontnoot dat koekje dus iets over haar familie achterhelje, haar afkomst. En dat komt zo. Dit is de overlijdensakte van die Fokje Tunnes. En daar zit in, Fokje Tunnes, oud 80 jaren, dat kon je niet echt wel hele leeftijd, geboren te Burum, dochter van een Tunnes, verdere naam onbekend, en een Aaltje, verdere naam onbekend. Nou, geboren in Burum, maar het probleem is, wij kennen die hele Fokje Tunnes in haar jeugd net in Burum positioneren. Dus daar ran het spoor neer. Maar gelukkig, en dat kijken van, is er in een volkstelling, en dan dienen ze de meesten bij de hoezen bij Del om te zien wat er wen, waar
uit de moeder van de inwoner zelf, waar optekenen hoe oud het hier wie en wat hun geboorteplak is. En daar zei het vakje Tunnus dat zij geboren is, uit eigen moeder dus, in Pietersiel. Dat is iets anders als buren. Pietersiel, dat is de eerste dorp in Grijnslongen die wij trekken door de Lauwers. Maar kijk eens, ook in Pietersiel kennen wij vakje net traceren. Nou, gelukkig het teken van de lei wat beter zacht, want vakje die hier helemaal geen vakje. Dat maakt het extra ingewikkeld. Vakje is een Friese naam. En we zitten hier in Pietersiel in Grijnslongen. Gelukkig, wie tekst is scherp, dat er in Santje 61 een doopakte vond, werd een oorvang gedoopt waar. En dat is geen vakje, maar dan hebben we het woord Voske. En dat is de Grunninger variant van de naam Vakje. En haar heid hier de Tunnus Verres en haar mem hier de Aaltje Roelofs. Nou, dat klopt dus helemaal, dat is helemaal in lijn. En het wie een kleermakersgezin. En het grappige is, letter doet de achternaam kam. Toen had die familie de achternaam Van der Naald ondernam. Dus dat zei wel wat voor kleermakers. Heel toepasselijk. Wij horen we het teken van de lei het mysterie oplost van de schoonfamilie van Salomon Levi. Komen we bij iets heel nieuwsgierigs. We hinten over achternaam. Er is nog een andere achternaam die het wel even in het licht houden wil in. En dat is de achternaam De Bruin. Dat is de achternaam die de band van Salomon Levi kregen. Krijgt na dat er storm. En hier is het zien letter toen dat moest, toen dat verplicht was. En er wil wel zijn dat dat De Bruin, dat komt van De Bruyne. En dat De Bruyne een bijnaam is, een onofficiële bijnaam van Salomon Levi. Omdat er een getinte hoort, hier of iets dergelijks, vanwege zijn Joodse afkomst. Ik heb dat net verteld hier, en je hebt dan het trog in Salomon Levi, een Jood. Ligt het een helder verhaal, maar is dat wel zo? Wie de buurnaam van Salomon Levi echt De Bruin? Ken dat? Nou, daarom dacht ik, liet ik maar eens een artikeltje over dat uiterlijk van ons kreeuwen. En er binnen twee stikken bekend, twee quotes over Salomon Levi, over zijn uiterlijk. De ene is van zijn advocaat. Die zei dat hij een klein en geen zins sterk persoon wie. Dus lietsmandje, categorie geen bodybuilder. Daar moeten we ongeveer om tegen volgens die advocaat. Er is enige herkenning leuk in de zaak. Hier dus, een voorbijganger die had een tweede quote. En die had het over klein van postuur, dus daar hebben we wel het liedje. Gelijkende zeer wel een Jood. Op een Jood. Dus aha, toch de onderzoekers van 60 Helene, die twee boeken die ik, nou ja, ik pak ze net nog een keer. Die twee onderzoekers, die tochten, aha, gelijkende zeer wel een Jood. Dus hij mag wel zwart hier gewoon aan. Dus hij maakt wel donkere egen hoorn aan. Dus hij maakt ook wel een donkere hoedskleur hoorn aan. En als het een buurtje maai zit, hier heb ik een enorme, grote, kromme Joodse neus. Nou, dit plaatje is die erbij. Alle stereotypen waren erop losgelaten. Ja, toen dacht ik, ja, waar zei dat? Er ben ik Joden mij blond hier, met blauwe egen. Misschien bedoelde die voorbijganger wel dat hij gelijkende zeer wel op een Jood vanwege zijn kleren. Je weet het net. Nou, 60 Helene wie er al zijn onderzieker die bewezen fine boek voor dat De Bruyne verhaal. En hij deed dat toch de militaire dienstplichtarchieven in te doen. En dat is in alle mannen in, want het wie verplicht is een dienstplicht. En dan wordt er een signalement opmaken. Want het idee wie had er dan een zin uitnaaien, dan konden ze even dat signalement verspreiden en dan wisten ze waar ze ziekje moesten. Nou, hier is jullie een voorbeeld van zo'n signalement. Er zit in de kleur hier, de kleur even, etc. Die onderzieker die voelt 60 Helene onder de pakersezers van Salomon Levi haast uitsluitend blond hier en blauwe egen. Dus ja, hoe staat dat hele Bruyne verhaal? Waar komt dat dan bij? Nou, ik denk letterlijk dat het Tjent Jocht had. En om een lang verhaal kwart te meiden, op een gegeven moment voel ik uit dat bijvoorbeeld in 1860 alle mannen die zich melden in Tante Madeel, blond hierin, blauwe egen, een normaal kin, een normale moele, etc. Nou ja, dat ken natuurlijk net. Dus ik denk dat die bron helemaal net zo betrouwbaar is. En dat we er alsnog wel redelijk goed van uitkering kennen, tenzij er nog andere dingen naar boven komen, dat Salomon Levi inderdaad een beetje getint wie, of wat donker hier, en dat daarom zijn nageslacht de achternaam De Bruin kreeg. Volgende artikeltje. Dan mag ik even de namen nemen van Wiebo Palstra, die heb ik door dit onderzoek hoe nakomelingen kenleerd. En Wiebo Palstra die beschikt door een gigantisch bestand met bekende Friezen en
acteren verliezen en daardoor kun je heel veel vrom in de tijd zijn waar van waar familie is. En trouwens, ik ben wel benieuwd, zitten hier toevallig echt meestal in de zeel die weten dat ze afstammen van samenleving? Kun je die een hoorn opsteken? Ik ben wel even... Oké. Nou, ik denk dat deze vraag beter stel ik hoe verder ik voor dat mes begon, maar goed. Mooi dat je niet zomaar mag er binnen, maar ik moet zeggen, als we een liedse familiereunie zo'n halen op dit moment, ik jij er net bij, maar goed, had je dat zo'n halen, dan zou je een gigantische tentje in de arena wel aanhuren, want dan zit je denk ik ook een schattingmeidje maar op 20.000 man, no levend. Nou, en zat je misschien wel begrepen, is die dus wat te vieren om die hele familie Bidel en dat in Sneuvel te publiceren. Maar toen zei Wiebo, misschien is het iets dwang, maar de bekende nakomeling, de bekende nazaten van Salomo Levi. Nou, en Wiebo en ik hadden tolven voor, die sharing dat schema. Dat schema dat stierde ik in de sneuper. En ieder daarvan, dat wie Siep van de Ploeg. En doet we hem benaderen, we maken wel even voor de alle eerlijke wie dat er al lang op berichten wie dat er van Salomo Levi afstamde. Maar voor iemand die de, voor, ja, wat. Wat het wel een liedse verrassing wie voor hem, dat die muzikant Marcel Smit. En die wist het helemaal net. En die speelt nu die kid, de hoofdrol, nou net hoofdrol, die gaat een rol spelen in dat toneelstuk van Kalmer Oproer. Maar ik zei ze wat voor rol dat is, of is dat het geheim? Ja, zeker. Wien Heid. Ja, hij is. Ik heb er nog wat fantasie bij nodig, maar het, hij speelt de Heid van Siep. En. Ja, dat is dus ja, deels denk ik kaam omdat ik tegen hem zei, hey, wist wel dat het familie is. Dus ja, hoe wonderlijk ding is. Helemaal zei ik niet, tot ik jaren dat hij de Engelse staande hier, dan had hij inderdaad geen vrede voor die rol. Dus nou, het is een duidelijk dank. Nou, dat, dat is een heel wonderlijk en grappig op te heren. Ja, ik zie mijn vinger. Een drummer van de Jong, die momenteel in Kolen woont, is ook een afstammeling van Salomo Levi. Ah. Is dat zo? Ja. Dat is zo, blikje neef. Ja. Oh. Nou, dat is... Ik wil graag van die man die zoekt al hier aan het leven. Ja, klopt dat. Ja. Dat is hier een reden die komt. Ja. Nou, er komt dus een reden. Ja, er zijn nog meer mensen die net in schema steren. Dat is heel nieuwsgierig om te weten. Maar wij in Tolven voen. En nou, die tolven schudden hem hier. Maar van die 20.000 nakomelingen, dit binnen de tolven, is er geen één die de naam Salomon had. En dat joeg te denken. Daarom is in het verleden worden suggereren dat zijn pijn hem net benemen woon, uit skamte, ze woon neer bij hun eigen meisje, nou, dat soort dingen. Maar niet het is wat het liek. Er binnen twee pakenseizers van Salomon Levi. Die de namen hebben die net jaren in die familie voorkwam. En ze verneerden vroeger nogal, dus hè, dat mag toch ergens bij komen, zo'n zeggen. En op dat teken van de leiders, de afkomst van die vrouw van Salomo Levi voen had, vakje Tunis, keer ik uitsluiten dat die onbekende namen, die ik nou het neemt had, dat die uit de familie van vakje komt. Er liep het eigenlijk maar één verklaring mogelijk. En dat liep het mij, dat is een namen, dat we toen hadden, dat woord zaken. Dat het een verbastering wezen mag van Salomon. En er zijn nog steeds wel zaken in Salomons nageslag. En ik denk het is dat zij weten dat zij officieus een soort van Salomon hieten moesten hier. Maar goed, misschien dat Ian, de eigenaar van deze winkel, ik even op de hichten van dit feit brengen wil. Dat er eventueel, ik zie, merk nog onvastgekeerd. Komen we nou eigenlijk langzamerhand bij de grote vraag van de jongen. En dat is, waar kennen Salomon Levi nou in de Westrijk? Nou, men het heel lang zocht, nou ik zeg het verkeerd, men het net heel lang zocht, want men dacht dat het onmogelijk was om daar ooit achter te komen. En dat heeft mij verschillende factoren te wijzen. Ten eerste omdat de heide een beetje ja, een gebied is waar het net echt logica in de hoezen zit. Daar zullen we straks nog meer over hebben. Het heeft ook mij te wijzen dat Salomon weer huiseigenaar was. Hij wie maar eerder sloegen. En dat soort dingen maakt het allemaal ingewikkeld om daarachter te komen. Toch waren twee hoofdonderzoekers het om. En de eerste dat is Douwe Halbertsma. En Douwe die begon zijn artikel met een sketch van het oude Westerrijn. Het oude Westerrijn van ongeveer Sandje Hond. Dit is
Een kaart van de Westerijn, plus minus Santje 100. Het heeft een hele simpele opbouwkerel, zezen. Want wie maar eerst weer. Kennelijk houden de Westerijnders van een overzichtelijke situatie, denk ik dan. Maar die stritten, dat is nou ongeveer de voorbij, waar dus Salomons door ons zit. En er stien ongeveer 20 boerderijtjes om. En dat wie het, net meer net minder. De Westerijn in plus minus Santje 100. Nou, uitbreiding van het dorp, dat lijn net echt van de honger. Want, naar boven daar, je kent het al een beetje sjen, daar lees al die plassen letter. Dat wie het, dat wie venig, dat kon je eigenlijk voor net droeg houden. Dus lid steen dat je daar een hoes bouwen ging. Ten zuiden van die voorwaai biedt het tenoegestelde, dat biedt eerst te droeg. Dat wie die heiden doen. Dus dat wij ook net van hem, dat wie die skraal, daar kon je echt net gauw een hoes bouwen. Dus dit wie wel eigenlijk logisch, de laatstkappelijke omstandigheden, die voorwaai ziet precies dat de oorgang van het bieten en het droegen. En daarom wie het dorp daar. Maar goed, op een gegeven moment begint die bevolking die begint te groeien. En dan gaan ze naar de heide daar. Want ja, naar boven, dat is sowieso onbegaan werk, want daar verzoekt ze wat, daar kist niet moeten bouwen. Zandje 50, 1200 inwoners. En wat gebeurt er in een eeuw tijd, 100 jaar tijd, wat gebeurt er dan? De Westerijn heeft in een 1200 inwoners. Maar we hebben binnen 100 jaar, gaat de bevolking van de Westerijn keer 6. Nou, we hebben die mensen aan die hinnen, de heide op, ons kind net. En die heide die bleek een geweldige onttrekkingskracht te hebben. Op eerlijke sloepers, want die groen die goed keer, kon je heel goed keer een hoesje zetten. Nou, hier heb je nog een andere kaart. Dit is een kaart van de Westerijn in 1832. En daarnaast, dat is exact dezelfde situatie, maar dan no. Dus dat is even om te vergelijken. En je hebt Jurgen Jere, die voorwaarde hier dan nog steeds boven. En dit is 1832, dat is dus 80 jaar nadat die heideomkeringen een beetje op gang komen. En daar zie je al de eerste strippen van de voorwaai in de heide, ja, online. Die zijn dan al online. Je ziet dat de squalstritten daar zijn met het bochtje, verlengde stationstritten daar in het noorden. Hier zit wat vertakkings, daar beneden de gang die wat stippelige paadjes heen. Dus we horen daar wie al heel wat te rijden inmiddels. Nou, en zoals ik al zei, Douwe Halbesma die hier wel een vermoeden, he, die hoeveel ondergang mij werd samen leven zien hoe zien. En hij kwam met een globaal idee. En dat globale idee, dat die als volgt, die redenatie. Liepers zijn samen leven, die kwam geregeld in onrekking met justitie. En in die strafdossiers hebben we een protocol geneerd. En Douwe Halbesma zei, de culturen, die ben je natuurlijk ook ergens. En die culturen ben meestal bij dat buren, want ja, oors kiezen ze dat net zien. Dus hij ziet het zien, wij zijn die buren, want in sommige gevallen koest dat wol witte. En dat bracht hem tot de stelling dat we het hoest van samenleving, sabiza, ergens in dit fjouwenkant, zie ik je maar, volgens alles bij hem. Dus boven, voorbij, sabiza naar beneden, en dan jij naar links, als naar rechts. Dus de zwemmerkant op. Maar goed, dat wie Halbesma en dat, ja, toen houden we dat onderzoek op. En er hebben we nog meer ondergang best en die komt straks ontwut. Maar goed, misschien dat het handig is om tussentijds even een soort check in te bouwen of we op het goede spoor zitten. En het heeft een heel wat moeite kost om koppen of rompen te plakken, maar daar is Wouter bij onze slag niet in en die kennen weer goed hebben. Ja, we hadden de tiertmachine even inschakeld, maar dan zie ik even naar Pieter, want die zit achter de knoppen van de tiertmachine. Hoe liep het daar achter, Pieter? Is er al wat leven? Er is nog heel leven. Nee, want we hadden zelf de binnenmeesken die kunnen ons helpen om het plak te vinden waar het allemaal wennen had en waar het precies zitten had. Alleen die mannen dan wel uit de tiertmachine komen. Tijmachine, dokken, gaan we ook al eens gewoon. Wat gaan we hier? Waar ben je? Jongen. Kom je hier misschien uit de tiertmachine? Ja, dat maakt zo wel. Dat mag. Je weet hoe je nodig is, jongen. Ho, 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 ho! Wacht even, wacht even. Ik ben er leeg, maar ik kan het zomaar. We hebben zo'n aardje van je. Kom je hem van morgen samen? Wat denk je, man? Je wordt geen aardje achter de oren, net je. Maar wat ben je?
Maar hij moet even aan de kleren over haar, hè? Ja, maar die weet je wel een keer wel een lintje. Wat is dit hier? Wat heb je hier nog behoor, joh? Wat heb ik daar, joh? Ja, wij zijn sneupers. Oh, ja, wij zijn sneupers. En wie ziet jou in zijn hoes? Ja, dat is hoes. Salomon zit ook. Waar zie ik je op Salomon zit? Maar hoe kan je hem weer Salomon winnen? Nee, zeker. Daar zit je erop. Ik ben een spaar wel op een keer. Wie ga je een tje? Ken je hem dat wel? Jongen, wie zie je wat dit? Je was helemaal hé, jongen. Ja, nee. Het klinkt als een vogel uit de loft en die had dit opnaam. Had een vogel zitten de schilder in de loft? Oh joh, maar ik zo weer aan. Dit is de restring. Die zwarte string, dat is de zwemmer. Ja, de zwemmer. Ja. Doe maar dat ik me zeer. Ja. Nou joh, wacht. Had je nog wat is erbij gaan? Ken je wel eens hoe is van Salomon net vinden? Die zal even zien. Volg er net achter. Ik heb
hoofd van Salomon Wennen. Nou, voor de duidelijkheid even, hij had een twee plakken in de Westerrijnberg. Twee verschillende plakken. Het eerste hoofd, intern, in de club, binnen een paar mensen die weten waar de eerste hoofd zit. Maar dat had net echt een sluitend bewijs. Je kunt het net doorlezen. Dus waar zijn, we melden dat net. Want wij willen alleen nog steeds dingen steeds die echt te bewijzen zijn. We praten dus over het tweede hoofd. Het laatste hoofd waar hij wennen had. Het probleem is, toen Salomon leefde, toen dienen ze in Dwarpen net om een streetnaam. Dwarpstritten, Tjerkenstritten, ze wisten het hier wat inhoudt. Ze neemden Zonreed, Lane, Gewone Reed, Zonwaai, dat soort namen. Nou, dan ken je alle kanten uit. Hoesnoemers, ze wijzen door de gekhaar van aan de ene kant, in je kwart, of in je draai vijf, en hoor het waf jouw seis. Ging je er nooit van hoesnoemers uit, dus die er echt niet. Zat Theose krijgt al saai, het weer begreens van de Wennen, Heide, een stukje bouw, een plekje heide, zit er dan, een bosje, daar ergens staan die hoezen. Nou, dan snap je mooi wel dat, om dat op een kaart onder te gaan, is een hele ingrijpende tocht om dat vorm te krijgen. Om dat te begrijpen, maar we even waarom naar het kadaster van 1832. Dit is het eerste kadaster. En dat komt ook nog uit het idee, het is echt het idee van een podium. Lees alles vers, dan weten we dat de meesten wijen, je kan de belasting betalen, is alles duidelijk. Dit was een vage kaart van je, maar het komt erop dat elk stukje terrein is opmetten, je kent de vorm zien, je zit een nummer in. En dat is belangrijk, want er is ook een boek bij, een kadasterboek. In dat boek zie je al die nummers. Achter dat nummer zit de naam van de eigenaar. Dus als je deze kaart hebt, je weet hem toon, je kent Sa, Nijsje, waar is de eigenaar? Maar dit is 1832. Dus Salomon weer lang voort. We kennen niks met die kaart. Maar dat denk ik, maar we kennen een hele protte maar. Maar dit is eigenlijk de sleutel tot het hele verhaal. De Friese Academie die had die kaart bewerkt. Eigenlijk hetzelfde bij elkaar, maar ook kennen ze. Ze hadden kleur nieuw en ook wat het duur. Zo deed het dwarsstritten. We zullen een kleine sikker naar wij. En hier beneden de keerpans wij. Het peerste dat is de heide. En dan zul je al die hoestjes. Maar dat is nog natuurlijker nog. Want er ben ik hoesnoemers bij zijn. Onder andere Troja Wiebenga in die hier. Ja. Toch ik. Nou, Johan, de meeste complimenten die ik bedenk ik heb, maar ik weet dat dat een heel stuk werk is. Dat is echt moeilijk om dat al je bijna te zien. Dus wij zijn er heel blij mee dat Johan in de tijd mijn werk aan met die nummertjes op de goede plakken te zetten. Klasse. Nou, nog meer complimenten. In elk boek zie ik waar de wet. Met ze geboren in de deken, in de trouw, in de band, en in de lucht. Nou, het is echt weer, dit speelt nu echt een stintje. Nou, zie je, terwijl het werk van Wiebenga en de meesten van de kaart, weten we dan in 1832 een hele brotte, mijn hoes, en werd die hoes gestien en waar de eigenaar weer. Maar Salomon blijkt helemaal net een eigenaar te wezen. En dat maakt het moeilijk. Dat is er nooit bij. Maar hoe weer dan de situatie in de tijd van Salomon? Er weer in je instantie die post op u. Die zwaarden waarbij al je wenden in Nederland en die hier u al je goed in de gaten en dat weer de belastingdienst. Die houdt het erop. En de belastingdienst die hier al je archief steken en met behulp van de belastingdienst. Komen in de richting van het hoes. Een van die belastingen, dat weer de belasting op de vijf specie. Ik wil er net op in, maar dat houdt in. Dat weer al die gegevens en dat hier over de gebruikers van iets, van groen, hoes, neem ik maar. Dit is de laatste bladzijde van het boek, van wij zouden wel even hier stil. Die belasting moet dat zijn, hij van het hoofd. Valt niks meer te herrie bij hem. Hij is op hoofd, dus de volgende keer zit het er even in. Het is heel bijzonder, want meestal zit er op buurt.
overleden of vertrokken. dit is zijn Griekenwet, die wordt dat onthoofd. Hoef ik net met hem. Dus eigenlijk gaan we net zo vol om dit belastingboek. Maar er is een oorbelastingboek. En dat is belangrijk. En dat is de belasting op een reële goedbelasting. Je kent nog dat lezen, maar aan ze wel. In dit belastingboek test je de eigenaar van het huis en de huurders. En Salomon, wie je een huurder, hier net naar het huis. Dus als Salomon in zijn boek stiert, dan weet wat meer. En hij stiert erin. Daar stiert hij. Kom erop. Zijn we duidelijker? Eigenaar is Paulus Jans. Verderop in het boek staat dat het een huis wordt. En daarachter lees je Salomon Levi. De belastingman had met kwart liggen strepen trollutsen. En het heeft hier de bouwkens in de nieuwe huurder. Salomon drukt hier de bouwkens erin. Bij dit noemer, bij dit systeem, kunnen we proberen via de belastingboeken in de richting van het kadaster te gaan. En dat wordt als volgt. Deze Paulus Jans, die wordt nog belangrijk, want hij had het huis. Samen met dit. We moeten Paulus Jans volgen in alle belastingboeken, verkeerbrieven, faillissementen, hypotheken, werken maar opdoet, om dit huis te volgen. Paulus Jans, die zult een keer het huis verkeerpje, of hoe het ook begon, er komt een moment dat er een nieuwe eigenaar is. En die mag je vinden. En dan heb je de nieuwe eigenaar van het huis en dan begint het circus weer. Die nieuwe eigenaar die zult het een keer oorhandig in een oor. Het kan wijze verkeer, het kan binnen de familie wijzen, dat weet je net. Het kan faillissement wijzen, dat de crediteur het verkeerd is. Het kan voor alles weer. De vrouw die is bijvoorbeeld widow en die trouwt weer, maar hertrouwt weer en dan komt er een nieuwe familie naar. Dus dat bloed al je ziekte. En dat op het laatst ieder moment, dan kom je weer in de buurt van dit. Dit is een moderne kaart. En dan kom je uiteindelijk weer in de tijd van het kadaster. En waar krijg je zoen? Bij die kadasters zijn al je vakjes, zijn huisnummers. En als je daar te wonen komt, als je daar in slaagt, dan ga je het huis. Moeilijk recht, hè? Dat wordt een paar maanden, maar moeilijk recht. Nou, wil ik graag even, dat zit voor de ploeg als hoofdrolspeler die komt van de Kalmer Oproer en NASA. Dat is even ontdekt om kent te laten wat er wennen. Of als je het jaar ouder daarop bent. Als eerste drie druk, dan gebeurt dat, dan gebeurt er wat, maar dan daarna wel. Gewoon niet te druk. En nou de rug? En dit is het moment? Ja, dit is het moment. Ja, dit is het moment. Krijg het maar. Dan maak ik in het weer. Oh, maar ik moet niet thee over. Oh. Dat is niet jong. Nog een keer. Voorzitter van de stichting Kalmer Oproer, naar Vlakken Helje. Door.
want we maken er even van dit moment de broek om je wat aan te bieden. Wat is precies een stritte? Kijk, kan je bezinnen? Ja. Even om de woorden achterop te vestigen. Hij pakte mij op toen zei hij, je bent een liefst mondje net oversterkt hoor. Hij heeft mij veel in. Hij heeft een conditie. Ik ben wel niet, maar... Even voor de duidelijkheid, dit is uitzocht en er zijn nog twee die had controleerd. En daarna is er nog een derde vest die verstand had van dit spul, maar dat net in de gemeente. Dat een deel van die boren gemeente. En die had het echt nog een keer gehaald. Dus met jouw draai had controleerd. Dan neemt volgende dat het goed is. Zo'n draaitje. Vol net achteroor. Nou gaan wij die sneuper gebracht. En eigenlijk is het nou een treihoek. Een treihoek is in de wiskunde onvervormbaar. En het ene verhaal hij, dat is je palmer oproer. Dat er dan een beetje van de werkelijkheid wat onpast. We hadden een verhaal van, hoe zeg ik het, met het boek van Samuel Sneupie. Sikkerman? De Haan en Sikkerman. De Haan? Hinner de Haan? Historisch roman. En we hadden nog een keer alles uitzocht. Het komt wat lef in je, want het script is al clear, dus dan zie je maar eens een ding leren tegen het verrek. Dat is helemaal niet zo. Maar ja, ga je pijn. Ja, maar je moet maar oppassen. Dus ik, maar de goede gever van die behoorlijk had, moeten we hier als eerste dit aanbieden. Dat vind je mooi. Ja. De hoofdrol spelen. Spelen. Ik hier nog hier. Dankjewel. Dan ben je ze mooi blij. En namens het hele bestuur van de historische vereniging een praatstoel te maken. Is dit al je verhaal niet? En? Zo jongen, een praatstoel het eerste verhaal wordt het woord Starkenbad uit Kalm. Die is waarschijnlijk ook wel heel veel bekend. Ja. En die had het boek zelf ook al. Dus, bij deze, en ik hoop dat je er al wat versier van aanmaakt. Ja, zeker, zeker. Nou, we hebben nog een paar dingen zitten. Dat zien. Nou ja, wie ben jongens, die waren allemaal een beetje zenuwachtig les. Die kwam steeds tegen me. Wij zijn nu keihard nodig om het vangwander te krijgen. Dus we hebben allemachtig wat oefenen met iedereen. En komend weekend, ik kan Sipo wat vertellen, ben er 100 man in, van de bijhal die door Sip en Atje Lettinga ongestuurd worden. En die moeten ja, al je dingen wat ze nog nooit in gaan, maar je kent steeds beter. En het enthousiasme is geweldig. En nou, had ik zo goed het leeft in de omgeving, daar ben ik heel blij mee. We denken prachtig. Hè? We zijn er, nou ja, knap om twee hier is het idee ontstaan. En toen gaan we contact horen. En Siep zei: ik word met Steven. En Steven zei: dan word ik Dick van de Heuvel. Het was echt een man, dat zei Siep al, dat wie echt wie, Marcel Spit. He, dat wie de oude David, die stuurt zijn liefje jonkje. Joris Baker vrij. Joris Baker, ja. Ik heb het boek al gekocht, nou weet ik het zeker, ik hou van Joris Baker, maar hij weet het ook. Maar toen Jan, toen zei Siep, wist u wel dat ik was Egoorstam van Salomon, even krijgt Lammer de Bruin van één vandaag. Ik ben heel prettig, ik ben er wies op dat ze van één van Salomon Leefje stammen. En toen zei hij, nou ja, Salomon Leefje zien, hij, Oudere Fatih, David, die een jong jongetje, die zei, in Duitsland was hij net vestigd, door Johan Meijer net, dus zo, ik zou me naar Nederland gaan. Nou, ze hadden een beetje ontstaan, dus Marcel Smit, dat ik mij en vol enthousiasme. Siep, vertel eens even wat over het stuk, de oefeningen. Nou, ten eerste vind ik het nou heel mooi om te weten, waar natuurlijk even op waarom te komen, waar Salomon Leefje wennen had. Want eigenlijk had ik mijn hele jeugd daar in de buurt teruggebracht. Want ik ben opgegroeid op de Borstdoorstrit. En nou, dat is hemelsbreed 200 meter daaraan. En mijn pa en Beppe die wonen hier op de Elzenlaan, ook op de Heide. En op de verbindingsplaats zit mijn zin naar familie. En Jappie Wiemega is ook weer familie voor mij. Want die oorpaken en mijn oorpaken ben broers, toch? Dat biedt tegen de raad even van mij. Zij iets weer in bol. He? Maar dus, het komt allemaal heel tegenbij. En dat hier ik in het begin eigenlijk net in de gaten. Maar ik zorg een hele soort overeenkomsten. Ik ben echt altijd even braaf west in mijn leven.
Ik ben ook maar een Leedsmansje, dus ik hou ook van avontuur en dat meer onreugd ondien wordt. En dat had de meeste bestrijders wel. Daar kom ik ook voor mezelf op, maar ook voor mijn familie en voor mijn maten. Dus er zijn hele soort dingen van, ik denk van, ja, dat zit er nog steeds wel in huis. Aanstaanbeling, verzamelleving. En ik ben, als het 6 keer weer omgaat, dan komt ze dan weer samenleven. Dus het is een hele, het bloed is in de hand vertellen, maar het zit er nog wel in. Nou, dan even nog de vaststelling. We zijn inderdaad, wat de heer zei, we zijn al maanden en maanden bezig. Het eerste contact is leidt door Willem Koster, die zit daar. Willem had me bel, want hier, ik ben hier werken in, met Bonifaties. Werk ik echt een leider van de Friesen in Spielen. De leider Krim, en dat kon nog volle meer werken hier. Waarom zo? 154 na Christus weer natuurlijk, Bonifaties. En daar hield ik mijn spielen in en zei, nou, heer, eigenlijk maar ziek. Toen kwam zij letterlijk achter dat ik nou een aanstaande weer. Dat wist ik zelf al. Want van het programma van Jan-Douwe Kroeske, Verborgen Verleden, hield ze dat al een keer uitzocht. En ze had wel een programma moeten maken. Dat ik niet zie, dus ik wist dat al. En nou, die vaststelling is inmiddels ben we druk mee aan het repeteren. Maar inderdaad 100 figuranten, koorleden, soldaten, danseressen, dansers, ja, er zit van alles tussen. We kennen wel een paar soldatenbroeken, want het Frans leger wie natuurlijk heel erg groot. Dus als je naar mensen binnen denkt, nou, ik wil altijd nog een keer soldaat wezen. Dan ken dat nog, in Colum, kan je straks even Eri even melden. Maar, en er zit een hele soort muziek in, want ik ben natuurlijk, ik ben vooral zanger. Dat is mij eigenlijk degene wat ik het leste doe en daarna speel ik heel graag. En nou, dus er zit een heel soort muziek in en het grappige is nou, dat die muziek die ik ooit maak aan bij de kast, ik ben heel goed aansluit bij deze rol. Dat is bijvoorbeeld de Noorse Elsie Grace voorbij, zie ik straks even een stukje van Dwan. Ja, dat is gewoon, dat past heel erg goed bij dit stuk. Maar er zit ik een hele soort nieuwe versjes in, er zit ik een hele soort bewerkingen in, van Franse nummers. Er zit een bewerking in van, noem maar van Ramses Jaffi, laat me, past ik ook op de samenleving, let mij mijn eigen go maar gaan. Let me in de weer iets steken, dus dat is perfect voor je rol. Er zijn een hele soort nummers die, die daarbij goed bij passen. Er zit een fantastische band bij, de kast, dus niet meer wat ik even. En een heel mooi, geweldig mooi orkest zit erbij uit Colum. Er zit nog een drumband uit Dokkum bij, dus het wordt een enorm spektakel. Ja, ik ben aan het leren. Nee, de oratisten, bijvoorbeeld Jan Binnens. Zie ik Jan Binnens, het Colum oproer, hier te kennen, want Jan Binnens wil spelen door Pieter Wilkes. De beste troubadour die we ooit gewonnen hebben in Friesland, vind ik persoonlijk. En Marcel Smit had dus een grote rol. Carla de Bruyne, dus misschien ook nog wel familie. Uit Colum had een fantastische goede rol speelde. De dochter van Jan Binnens, de dochter heet Joeken. En Johannes Rietma, die ooit in de Voice ziet, die speelt Abel de Rijtsers, de jongen die zich uiteindelijk dus bevrijd had met Colum Roproer. Daar droeg het hele. Een hele opstand kwam en een kanon leesketten waren op onschuldige burgers. En natuurlijk Thijs Meester. Thijs Meester is een goede acteur, speelt in heel soort Iblosfilm. Hij zag ze het Cherkje van de Clue en Iblosfilm van Jorgen, een hele goede acteur, speelt er in mij. Miriam Mendes, die vroeger in Baas boven Baas mij speelde. Ja, daar had ik ze wel een beetje gewoon van. Ja. Was het ook nog een rol? Nee. Nou, dat is in het kwart even, want wij doen mij het Colum Roproer en dat begint 3 juli, hebben we de eerste try-out. Dan hebben we een x-aantal voorstellingen en er zijn al ja, een aantal tours en kaarten verkocht. Dus 4 tours inmiddels, dat wordt hartstikke best. En voor 1250 mensen per keer, dat kennen heel wat op de tribune. En Willem had samen met Jaap Groen maquette maken en... zijn broer, dat werd het beeld, samen met Paul, die zit hier ook. Het is alles wat creatief is in de buurt van Colum tot Jeromei. Dat, ja, ik had een hele soort zin in, en zeker als zijn jongen als dit. Ik vind het fantastisch dat je hem er niet in hebt, want die cover, dat is ook wel wat grappig. Dat die foto en die hele, dat artwork, dat het heet van de film erachter, dat had mijn broer weer maken, dus ja, dat is ook mijn familie. Dus het is, het is behoorlijk groen. Nou, waar al je een kaart kocht? Oh, dat kan nog meer, hè? Meestal kom op. Alle aanstammelingen van zijn beleving aan kaart kocht, zie je dat? Hij zit goed in slappe was.
Zien dat je wel. Dat is een wat jong voor u, hij begrepen. Ja. Voordat dat gebeurt, ga ik nog even een zakelijke mededeling zetten. Jongen, ik was heel mooi. Ja, ja. Dat is dat, zou ik hem hierachter zorgen, de sneuper van morgen te krijgen is op al die plakken die er op het dia staan. En we hadden, mochten van het bestuur heel wat extra inslaan dit keer. Normaal hadden wij een oplage van 150, want we hadden meer dan 600 leden in het hele land. Maar we hadden er nou even een dubbelse volk besteld. En die hopen we dat die goed hun paard vinden naar de mensen daar. En verder, voor de meesten van de pers, die hier nog ergens binnen iedereen een exemplaar beschikbaar, maar je hebben ze net verkocht. Dus helaas, je mag nog even wachten tot morgen. Ziet best er klaar voor. Want wij gaan nou nog alle muziek in de computer zetten, maar wij spelen dit al je live straks in bij het komen oproer. Dus dat wordt alleen maar mooi. Maar Hubert Heringa, een heel fantastische muzikant uit Friesland, die...